We zijn in het prachtige Leuven om er een bangelijke avond van te maken. Klee en ik zijn vandaag de matchmakers van dienst. Maar Martijn, ik ben toch wel benieuwd wat voor vlees we vandaag in de Kuip hebben in de Carmant. Ja, dat gaan we vanavond zien. Shania, jij bent op zoek naar de liefde van je leven? Ja, klopt. Ik kan mijn best doen. Vertel eens een keer, waar is Shania naar op zoek? Iemand dat heel loyaal is. Een grote man. Tattoos? Ja. Tattoos, pluspunt? Ja, absoluut. Haarkleur? Nee, ja, donker haar. Beetje een baardje zo. Dan ga ik u niet langer meer laten wachten. Je mag die op jouw ogen doen. Doe de polonaise. En we gaan door. Mag ik u... Wow. Mag ik u een vraag stellen? Yes. Ik heb hier iemand voor u. Ik zou zeggen, je mag een keer voelen, je mag een paar vragen stellen en je mag zien of dat mogelijk zo'n type kan zijn. Hoe oud bent jij? 20. Van waar bent jij? Vlaams-Brabant. Ja, eerste kandidaat? Ja. Goed? Oké. Okay. Denken jullie dat daar type gaan zijn? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Heeft jij een baard? Volgende missie, meer dan baard. Tattoos. Tattoos aan. Oké, komt goed, komt goed. Kom maar, kom maar. Ik heb mogelijk de volgende kandidaat. Hoe oud bent jij? 20. Van waar bent jij? Grimbergen, dicht bij Brussel. Wat zeg jij? 1,86 meter. Oké, dat is goed. Ja, jij mag meegaan. Dan gaan we door naar de selectieronde. 3, 2, 1. Welke? Die twee. Jij maakt met haar op date. Oei, oei. Ben jij een beetje blij met de selectie die ik heb gevormd? Eigenlijk wel. Ja, maar er was niemand met tattoos. Nee, we waren hier bij niemand dan meer. Ik sta hier bij het volgende Sheldie en Koppeltje. We hebben hier winkels van de winkel. Waarom heb je Alexander gekozen? Omdat hij lang was. Hoe oud zijt jij? 19. Wat studeert jij? Ik werk vast. Het verloopt nog niet zo vlot precies. Gaat het goed? Alles oké? De date verloopt nog niet zo vlot, maar je kunt het goed maken. Stel eens een vraag aan haar. In welke god gelooft jij? In mijn eigen. Oké. We gaan een leuk spelletje spelen om de sfeer wel los te krijgen. Jij moet zoveel mogelijk snoepjes in zijn mond krijgen. Jij moet je mond openen. En je mag ze erin steken. Alleen de snoepjes, hè? Niet de vinger. Amai, dat moet zo aantrekkelijk zijn. Oh, lekker! De man van uw dromen staat hier voor u, toch? Dat denk ik niet. Hij is heel lief, maar ik denk dat ze hem te diep in het glas heeft gekeken. Gaat er nog een tweede date komen? Denk het niet. Wil je nog eens vertellen tegen Shania? Don't ever trust bitches! Don't have it on business over the world. Ik denk niet dat het een match was, om eerlijk te zijn. Met wie ben ik hier? Met Nisha. Dit is een van uw beste vriendinnen, neem ik aan. Wat is haar type? Lang, gespierd, fatboy kind of guy. Dat is het gewoon. Een beetje toxic. Nee. Dan ga ik u niet langer meer laten wachten. Wel, ik vertrouw jou. Alles oké? Okay? Ja. Ik heb hier voor u een kandidaat. Ik zou zeggen, ga uw gang. Voelt een keer, vraag iets wat je wilt weten. Let's go. Nee, te klein. Hey, hoezo te klein? Ja, hij komt ook hier. Ja. Te klein, iets groter. Je weet niet wie ik ben. Nee, maar je bent te klein. Kijk me in de ogen. Hij heeft wel mooie ogen. Nee, hij is te klein. Hè? Doe hetzelfde als daarnet. Ga je gang. Oei. Ze gaat direct naar beneden. Oh. Ja, even meespieren en zo. Hè? Ga je meenemen? Ja. Hoppa. Go for it. Wat? Moet ik lopen? Nee. Nee, jij mag voelen. Wat is dat voor je? Hier voor u. Ja. Oh nee, heeft een baardje. Ben ik iets keurig? Ben je wel lang haar? Is hij haar type, denk je? Ja, maar je ziet wel. Gaat hij mooi zijn? Ja, hij is mooi. Ja! The man who understands you, can't you see? En nu moet jij roepen, you belong to. Wat moet ik roepen? Oh. Er staat het niet. Ik ga van 3 tot 1 tellen en dan mag je jouw blinddoek afdoen. En dan mag je kiezen met wie je op date gaat, oké?
Oké. 3, 2, 1. Met hem? Ja. Wat is jouw naam? Idris. Je bent niet gekozen, hè? Vind je dat erg? Nee. Ah ja, oké. Okay. Ik ben heel te feesten natuurlijk. Zo moet dat. Dit is jullie eerste date. Lekker. Het leven kan gek zijn soms. Nu, ik ga jullie eerst een drankje geven. Dat is van het huis. Een cocktail van Poliakov. Nu mogen jullie elkaar een beetje beter leren kennen. Wat is je type? Ik val eigenlijk echt op karakter. Gewoon een jongen die echt heel lief is. Uiterlijk boeit mij niet zoveel. Wat ik mooi aan u vind is lange haren. Die lippen zijn heel mooi. Dat trekt me wel aan. We gaan eerst een spelletje spelen. Jij mag die aan doen. Weer al. We doen een taste test. Jij moet raden wat je proeft. Oh nee. Mag ik dat zelf vasthouden? Een zuurtje. Dat is een zuurtje. Moet je mond openen. Likken. Tabasco. Ongelooflijk. 2-0. 2-0 voor jou. Waar is jouw type? Ik heb niet echt een type op uiterlijk, maar gewoon innerlijk. Dat je ook kunt viben met die. Ja, het moet echt zo'n vibe zijn. Nee, dat snap ik wel. Vuren of slikken? Vuren, sowieso. Doe dat gewoon in je handpal en wrijf dat gewoon aan, aan het hoeslaken aan. Doe het gewoon weg. Ochtendseks of avondseks? In de ochtend? Dat is zo, ik heb het allerlei moe. Dat is zo, ik heb geforceerd. En die adem. Bro, als jij niet je tanden hebt gepoetst en komt boven mij hangen met die lucht. Ik voel flauw. Ik ga nu nog laten vissen. Ik kan hem kus op zijn wang geven. Maas op je. Hij is wel echt. Hij is goed, hè? Dat was een interessante date. Ik heb zelf veel bijgeleerd. Er was wel echt een connectie. Ik hoop dat ze nog verder gaan uitzoeken. Achiel. Ik kan alleen naar de muziek van mijn leven. Maar het lukt niet. Ik ben hier om u te helpen. Wat is Achiel zijn type? Dat zijn blonde meisjes met een mooie lach en mooie ogen. Jij mocht dat opzetten en dan mocht je met me meekomen, hè? Ik heb een mogelijke eerste kandidaten. Goed een keer, stel wat vragen. Ik sta nu recht voor u. Hoe oud ben jij? 19. Waar kom je vandaan? Limburg. Kandidaat nummer 1. Jij bent geselecteerd. Wat is jouw naam? Thea. Thea, ik heb hier een prachtige jongen voor u, Achiel. En hij is hopeloos op zoek naar de liefde van zijn leven. Hopeloos. Hoe oud ben je? 22. Waar zit jij? 20. Van waar kom jij? Overijs, ik ken jij. Ik kom van Brussel, ja. Oké, ja. Kutsching. Jij mag nu je blinddoek afdoen en jij mag kiezen met wie je op date gaat. Match made in heaven. Ga maar op date. Jullie mogen de trap op en succes. Ben je een beetje verdrietig? Er zijn nog genoeg jongens hier aan. Op naar de volgende service. Oh, dan ga ik je onthouden. Jij wilt eens drinken? Ja, graag. Kijk eens aan. Wat doe je als richting? Ik doe geen richting. Ik ben afgestuurd. Ik werk. We gaan kijken hoe goed dat jullie als koppel problemen kunnen oplossen. Jullie gaan dit moeten nadoen. Niks is onmogelijk als je er maar in gelooft. Ja. En nu mogen jullie ontsnappen. Nee. Oké. Bijna los. Nee. Dat is vals gespeeld. Nee. Jullie eerste challenge. Problemen oplossen als koppel. Goed. Ja, een beetje. Hoe ziet jouw ideale voorstel eruit? Nee, jij moet antwoorden. Iemand klaarmaken van seks. Au. Nee. Boy. Wat is jouw antwoord? Als je van houdt, kun je liefde geven en liefde krijgen. Heel mooi verteld. De hamvraag. Komt er nog een tweede date? Op 10. De oudste druk in het boekje. Goudens date. Maar ik denk dat er wel een beetje spanning in de lucht hing. Ik denk niet in zijn liefde. Ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd. Nee, Abiba. Ik word zo gelukkig van al die koppetjes om te zien hoe gelukkig dat die zijn vanavond. Maar Klee, met zo'n twee leuke mensen als ons kan het ook bijna niet anders. Hè? Ja, we hebben dat weer top gedaan. Hè? Zeg maar Martijn, ik denk dat het nu wel tijd is om een bedje in te gaan. Nee, wij gaan nog verder feesten. Dus mannetjes, tot de volgende.
Bye-bye. Welke vraag zou je mij op dit moment het liefst stellen? Hoe kan ik jou best geil maken? Nekkusjes. Heb je al ooit anaal gedaan? Zou je ooit een sextape opnemen?